Bartel Hoekman, keeper van Real Dronte. Jullie beginnen de competitie met 2 overwinningen. Vandaag de 2e nederlaag op rij. Er viel niet zoveel op af te dingen. Nee, weet je, die mannen die zijn gewoon scherper geweest. Ze hebben meer kansen gecreëerd. Blijft in de wedstrijd op 1-0. Maar ja, weet je, we hebben zelf 3-4 halve kansjes. Ik kan het geen hele kans noemen. Kunnen weinig creëren. Die jongens creëren wel meer. Maar goed, weet je, als wij voetballen zoals we de eerste 2 wedstrijden doen en zoals we in de beker doen. Ja, dan win je hier gewoon van, maar we spelen gewoon de laatste 2 weken gewoon niet goed. Dus we moeten aan de slag met z'n allen. Het ziet er allemaal een beetje gelaten uit. Ja, het is niet gelaten, maar het is, weet je, we zijn met 19 man gestart. Deze week heb je eigenlijk maar 11 man fit. Er zitten 3 man op de bank die eigenlijk 2 geblesseerd zijn en eentje op de training nog niet vol of kunnen trainen. Weet je, ja, vorige week precies hetzelfde verhaal. Hadden we eigenlijk maar 9 man van onszelf, 10 misschien. Dus ja, je zit gewoon in een soort van spiraal waarbij er elke week 1 of 2 geblesseerd raken. En die zijn nog niet terug. Over 2 weken verwacht ik er weer heel veel terug. Hopelijk dat we dat draad over op kunnen pakken. Maar je merkt gewoon dat we ja, nu gewoon in zo'n wedstrijd niet de boost kunnen geven die we wel de eerste 5 wedstrijden konden geven. Maar ja, het is niet anders. 1 tegendoelpunt. Wat gebeurde er? Ja, voorzet van rechts. En bij ons in de verdediging was net niet scherp. Spits die komt alleen aan de bal. En ik kom uit en hij schiet hem van een metertje of 3-4 door mijn benen. Heel hard. Ja. Weet je, je moet gelukkig hebben dat het tegen je benen aankomt. Ja, dat kwam er niet. En dan zit hij erin. Tweede helft zat je er een paar keer goed bij. Ja, maar ja, je staat 1-0 achter, dus het maakt niet zoveel uit. Weet je, als je geen 1-1 maakt, dan kun je net zo goed 2-0 verliezen. Dus dan maakt die redding niet zoveel meer uit. Even terug naar het begin van het seizoen. Real zat in de problemen. Er was geen keeper en opeens was daar Bartel Hoekman. Waar kwam die vandaan? Ja, kijk, ik heb natuurlijk hier altijd bij ASV gevoetbald. En in de jeugd ben ik op keeper geweest. Ook bij verschillende elftallen op hoger niveau. En hier kwamen ze in de problemen en zijn die gewoon... Dit jaar hebben ze echt gewoon een hele gave groep. Allemaal jongens die elkaar heel goed kennen. Echt gewoon op de trainingen gaat iedereen er vol voor. De laatste week is het eventjes wat lastiger met wat blessures. Maar voor de rest is het gewoon een hele gave groep. En toen vervolgens de vraag kwam of ik tweede keeper wilde worden. En uit nood dan ook zou kunnen klaarstaan voor het team. Ik kwam mezelf ook wel goed uit. Ik heb in februari mijn kuitspier afgescheurd. Dus het gaf mij de mogelijkheid om weer gewoon 3 keer in de week te gaan trainen en fit te worden. En ja, dat was voor mij zelf ook een goede optie. En toen had ik zoiets van, nou, dan zien we zelf wat ik van het schip strand. Dus, en dan sta je hier. Maar ja, uiteindelijk is het gewoon leuk voetballen met gasten en een biertje drinken na de tijd, toch? Ja, er wordt erg veel, als het over Bartel Hoekman gaat, wordt er meteen ook bijgezegd 43 jaar. Vind je ervan? Ja, weet je, dat mag. Ja. Weet je, je bent zo oud als je bent en ik voel me fit. Ik ben fit, ik kan op de training ook gewoon de hele training met die jongens gewoon meetrainen zonder de keep. Want ik heb de afgelopen week zelf niet gekiept, alleen gewoon meegetraind. Ja, dat gaat eigenlijk best wel redelijk. Dus weet je, dat zegt niet zo heel erg veel hoe oud je bent. Ik denk dat het veel meer is hoe het team met je omgaat. En dat is gewoon hartstikke goed. Weet je, ze zien mij ook niet als oude lul. Er wordt wel eens een keer een geintje gemaakt uiteraard. Maar goed, ik heb ook wel tegen Noordin gezegd dat hij nog niet eens geboren was. Stond ik in het eerste. Dus ja, weet je, er staan ook leuke grapjes onderling. Dus weet je, dat maakt niet, dat is juist leuk. Dat is voetbal. Weet je, dat hoort erbij. Je trok er nog 2 flinke sprintjes uit aan het eind. Ja, ik was ook wel moe op het einde. Daarom zei ik net even, het geeft me even een minuutje. Wat moet het worden de rest van het seizoen? Ik vind dat wij gewoon voor de eerste 3-4 plaatsen mee moeten voetballen. Zeker als ze de selectie fit krijgen. Weet je, we hebben nu over 2 weken denk ik de selectie goed fit. Dan krijgen we een aardige run van wedstrijden achter elkaar. En van die 6 wedstrijden moet je er gewoon 15 punten uithalen. En dan sta je er goed voor naar de winst op. Dan haal je er 12 uit. Doe je nog steeds mee. En als 9 is, ben ik ontevreden.